Goedemiddag gemeente, ouderen en jongeren en in het bijzonder onze gasten en allen die met ons verbonden zijn of later deze dienst zullen beluisteren. We heten u hartelijk welkom in deze dienst. Ook in deze middagdienst wordt nog het avondmaal bediend voor hen die daarvoor toe vanmorgen geen gelegenheid hadden. En ook zal de nabetrachting worden gehouden door onze eigen predikant, dominee Mulder. Het schriftgedeelte dat we vanmiddag gaan lezen is uit Lucas 23... daarvan de versen 33 tot 43. En het thema is de spot tegen het licht. De collectes kunt u op de gebruikelijke wijze overmaken. De eerste is voor de kerk, de tweede is voor de kerkelijke kas en de derde is dan voor de huisvesting Peniel. U kunt ook de collecte, als u wilt, in de collectezakken doen bij de uitgang. De avondmaalscollecte is in het bijzonder voor het pastoraat in de gezondheidszorg. Huwelijksafkondiging. Op donderdag 6 april hopen Jasper Verhaar, moeder Theresa Laan 4 in wijk 7 en Babette Groothuis de Doornspijk te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 14:30 in onze kerk. Dominee Van der Ree hoopt in deze dienst voor te gaan. Toekomstig adres: Laan van Kernhem 231 in Ede, wijk 4. Ook nog mooi nieuws uit de poster. Op zondag 9 april, eerste pasdag, hopen in de poster Nassar al-Abdallah en zijn echtgenote Iyam al-Safadi gedoopt te worden en geloofsbelijdenis af te leggen. Ze hopen lid te worden in onze gemeente en ze wonen in het PVA-park hier in Veenendaal. We gaan nu de dienst met elkaar beginnen. We zingen nu de schoolpsalm, psalm 65, daarvan het eerste vers. En ik wens u allen een gezegende dienst toe. Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Geef de gemeente genade zij en vrede van God onze hemelse Vader. Door Jezus Christus de Heere,
in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 23, het eerste en het tweede vers. Als we vandaag zo stil mogen staan bij de Heer Jezus die de goede herder is en die zijn leven geeft voor de schapen. Psalm 23, vers 1 en vers 2. Zullen we eerst samen bidden. Heren, net in de stilte van het stille gebed kwamen we ook al tot u, ieder persoonlijk, maar nu weer gezamenlijk. Wat we ook in deze middagdienst willen uitspreken, dat we het van uw vergeving moeten hebben. Van dat wat u ons aanreikt. En dank u wel dat we daar zo nadrukkelijk bij stil mogen staan op deze zondag. Vanmorgen al in twee diensten. En ook nu is er gelegenheid om het avondmaal te vieren voor degenen die dat vanmorgen niet konden. We danken u, Heren, voor de mogelijkheid die u ons daarvoor geeft. En geef ook degenen die vanmiddag het avondmaal hopen te vieren uw zegen. Wilt u ons zegenen als we het formulier lezen, als het brood wordt uitgedeeld, de wijn wordt uitgereikt. Zegen het, laat het tot versterking zijn van ons geloof. Heere, geef ons een goede dienst van voortzetting, van dankzegging, van nabetrachting. Heere, zegent u uw woord als we dat straks zullen lezen. We hebben het nodig, Heere, dat u ons zegent, want zonder uw zegen wordt het niets. Maar Heere, we zijn vanmiddag niet zomaar samengekomen. Dat is in uw naam.
En als er één of twee of drie in uw naam bijeen zijn, dan bent u toch in het midden. Zo wilt u toch in ons midden zijn vanmiddag, Heere. Nou, spreekt u dan vanmiddag ook tot ons. Werkt u met uw geest, met kracht in onze harten. Vernieuw ons, open onze ogen voor dat wat nodig is dat we gaan zien. Verlicht ons verstand, zodat we helder krijgen wat misschien wel moet veranderen of waar we helder zicht op krijgen. Heer, wij danken u dat we in een wereld waarin zoveel speelt, in alle rust mogen samenkomen. En zou u ons een goede dienst willen geven? Een dienst in alle rust. Een dienst waarin we op ons in mogen laten werken wat u hebt gedaan. En wat u doet. En wat u zult doen. Heer onze God, wij vragen u om uw zegen voor onze gemeente. Ook als er binnenkort verkiezing van de ambtsdragers zal plaatsvinden. Heer, ook daarin hebben we uw zegen nodig. Morgen is het genoemd en kort in het gebed ook aangehaald. Maar ook nu willen we het bij u neerleggen. U weet, Heer, wat nodig is voor de gemeente, voor de kerkraad. Wat nodig is om uw naam hier te verheerlijken. Wilt u dan ons in onze gedachten zegenen, als we mogen nadenken over het stemmen? Heer onze God, we bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk door onze gemeente en in de poster. En wat is het ook mooi om te horen dat met Pasen twee mensen gedoopt willen worden. Dank u wel voor uw werk in hun leven. U kent hun geschiedenis en alles wat ze hebben meegemaakt. Maar dat ze zich nu willen laten dopen, dat is toch een prachtig getuigenis dat u doorgaat met uw werk. Heren, wij danken u daarvoor dat we dat mogen zien. En gaat u ermee verder? Zegent u het werk in de poster? Zegent u ook het werk wat in onze gemeente gedaan wordt? En wat door ons allemaal gedaan wordt? Heer, rust ons vanmiddag zo toe dat we te midden van hoon, spot en mensen die u de rug toekeren, dat we een goed getuigenis kunnen geven van wie u bent. Heere, onze God, zegent u zo deze dienst. Zegent u de gaven die we afzonderen voor uw dienst, bijzonder ook vanwege de avondmaalscollecte. Zegent u het werk van de werkgroep lichamelijke gehandicapten, wat hun werk doet onder deputaatschap, pastoraat en de gezondheidszorg. Heere, wilt u ze helpen bij hun werk? Wilt u ze zegenen? Zegen zo mensen met een beperking die daarmee te maken hebben. Heer, ook onder ons zijnde die lichamelijke, psychische beperkingen hebben in hun leven. Soms heel duidelijk zichtbaar voor de gemeente, maar soms ook zo verborgen. Maar u kent ze en daarom dragen ze vanmiddag ook van harte aan u op. En vragen u, wilt u de collecte ook zegenen? Heer, zo leggen we vanmiddag ook weer ons leven in uw hand. Geef een goede dienst voor jong en oud. Of we nu het avondmaal vieren of gevierd hebben, of dat niet doen. Of we nu hier in de kerk zijn of op afstand. Heer, laat het een dienst zijn tot de eer en glorie van uw heerlijke naam. Om Jezus wil. Amen. Omdat er nog gelegenheid is om het avondmaal te vieren, zullen we het korte formulier voor de bediening van het heilig avondmaal met elkaar lezen. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, hoort hoe onze heiland in de nacht voor zijn sterven het avondmaal heeft ingesteld. Toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit paascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En nam brood, en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Omdat wij nu waarlijk tot zijn gedachtenis dit avondmaal mogen houden, hebben wij tevoren onszelf te beproeven. Daarom onderzoeken zich ieder van ons of hij van harte berouw heeft over zijn zonden.
zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Ieder beproeve zich of hij de vaste belofte van God gelooft, dat hem alleen om het offer van Jezus Christus al zijn zonden volkomen vergeven zijn. En onderzoeke zich of hij bereid is met heel zijn leven God te verheerlijken en zijn naaste te dienen. Allen die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en als waardige deelgenoten aan de tafel van zijn Zoon, Jezus Christus, ontvangen. Die deze gezindheid niet kennen, verkondigen wij dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben en vermanen wij zich van dit avondmaal te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Dit wordt ons, geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen de vrijmoedigheid te ontnemen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mag dan wie zonder enige zonde is. Want het avondmaal verzekert ons dat het volkomen offer van onze Heer Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw, dat Hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hebben, heeft willen lijden en sterven, en voor ons de levendmakende geest verworven heeft. Door die geest die in hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met hem en krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, gelijk de apostel Paulus zegt. Omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood. Met groot verlangen mogen wij samen naar het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal Hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en Hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, U die uw enige geboren Zoon in deze wereld gezonden hebt om ons volkomen te verlossen van onze zonden, wij bidden U dat uw Heilige Geest mogen bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan Hem hoe langer hoe meer overgeven en dat Hij in ons leeft en wij in Hem. Wil onze verslagen harten door dit avondmaal troosten en sterken. Laat ons niet twijfelen of U zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn, die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles verzorgt als uw kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij onze Heiland belijden, onszelf verloochenen, ons kruis getroost op ons nemen en in alle nood met opgeheven hoofd onze Heere uit de hemel verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons tot zich zal nemen in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Heer Jezus Christus. Amen. Belijden we nu ook ons geloof. Geloof belijdt u in uw hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is Hij weer opgestaan en opgevaren naar de hemel. Maar Hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zingen we nu met elkaar uit Psalm 23, vers 3. Mochten er mensen zijn die toch graag het avondmaal willen vieren, maar die niet al voor in de kerk plaats hebben ingenomen, wil ik u vragen om tijdens het voorspel van de psalm hiervoor in de kerk een plaats in te nemen. Laten we zingen, Psalm 23, vers 3.
opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarin wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen, door de werking van de Heilige Geest, zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij het heilige brood en het drank tot zijn gedachtenis ontvangen. De diakenen zullen nu het brood uitdelen. Als ze de bank voor u inkomen, wil ik u verzoeken om op te staan. Neemt u een stukje brood bij u, houd het nog even bij u, en als ik dan straks de instellingswoorden heb uitgesproken, dan kunt u het gezamenlijk tot u nemen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De diakenen zullen nu de wijn uitdelen en daar geldt hetzelfde voor als bij het brood. Als de diaken de bank voor u inschuift, gaat u dan staan, pakt u een cupje met wijn, houdt u het even bij u en als de instellingswoorden geklonken hebben, dan kunt u het gezamenlijk tot u nemen. Thank you.
De drinkbeker der dankzegging, waarmee wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neem, drink allen. Gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Geliefden in de Heere, omdat de Heere onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, vanmorgen en vanmiddag, laten wij samen zijn naam danken en prijzen. En ieder spreken in zijn hart, loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen. Niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goedertierenheid machtig over wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laten we samen zingen. Psalm 19, het vijfde vers. Des Heren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat.
Zullen we samen de Heere danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enig geboren Zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waarachtig geloof geeft, waardoor we deel krijgen aan de weldaden van u. U hebt ook ter verstrekking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, omdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Wij danken u, Heere, met een ieder die vandaag avondmaal mocht vieren. Misschien wel voor het eerst, misschien wel na lange tijd, of misschien al zo vaak gevierd, maar nu weer. We danken u daarvoor, voor uw werk in onze levens. Maak het vruchtbaar, Heere, tot uw eer. Heere, wees ook bij hen die om wat voor reden niet konden komen, die we hadden gewild, maar het ging niet. Geef dat zij ook iets van die lof op u mogen bezingen, omdat ze toch iets gehoord en gezien hebben van u in uw borgwerk. Heere, geef een goed verloop verder van de dienst. Zegen de opening van uw woord, zegen de verkondiging. Ja, laat het alles uitlopen op de glorie van uw naam. Dat bidden wij niet om iets in ons, maar in de naam van uw Zoon, onze Heiland, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Jongens en meisjes, fijn dat jullie vanmiddag hier in de kerk zijn. Fijn dat je eventueel ook thuis meekijkt. Ik heb de kinderbijbel ook vanmiddag weer bij me. En het gaat mij eigenlijk om dit plaatje. Dat is een beetje klein. Daar heb ik even een fotootje van gemaakt. Zo kun je het op het scherm ook heel goed zien. En we staan weer bij Golgotha. En je ziet die drie kruisen. En dan zie je ook heel veel mensen eromheen. En wie heeft een idee wat die mensen daar nou allemaal doen? Wat doen die mensen daar nou als ze daar om die kruisen heen staan en zien dat de Heer Jezus moet lijden? Wat doen ze? Wie heeft een idee? Ik zie wat mensen heel hard nadenken. Zouden ze heel aardig zijn voor de Heer Jezus? Of zouden ze misschien... Oh, kijk, ik zie je vinger, ja. Nog een keertje. Ze kijken heel goed hoe ze worden gekruisigd. Heel goed, ze nemen dat eens goed in zich op. En zouden ze ook nog iets zeggen misschien? Iets roepen, iets zeggen, ja? Ze schelden, ja, heel goed. Ze schelden, lelijke woorden. En daar gaan we nu van lezen. En dat is heel apart en misschien zijn er ook al gemeenteleden. Je denkt, ja, is dat nou een tekst, een stof voor dankzegging en nabetrachting? Nou, misschien niet, maar misschien toch ook wel. Want we gaan kijken dat de Heer Jezus zo bespot wordt aan het kruis. Maar wat een wonder. Hij blijft gewoon hangen, want hij is vastberaden om de verlosser te zijn. We gaan met elkaar lezen uit Lucas 23, vers 33 tot en met vers 43... En als we dat met elkaar gelezen hebben, dan zingen we een psalm die we niet zo vaak zingen. Psalm 129. Maar als je die psalm zingt en dan in gedachten neemt wat de Heer Jezus allemaal moet ondergaan. Men heeft men fel benauwd van jongs af aan. Ja, het was van jongs af aan al moeilijk. Toen wilden ze hem al doden. En als je dan vers 2 leest. Men heeft mijn rug door ploegers diep geploegd. Alsof er een ploeg door de rug gegaan is. Nou, de Heer Jezus, hij is gegeesteld. Dus zing dat maar met het oog op wat de Heer Jezus allemaal moet ondergaan. Psalm 129, vers 1 en 2.
nadat we gelezen hebben uit Lucas 23. Lees nu mee, vanaf vers 33. Toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar, met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook hun leiders hem. Zij zeiden, anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen, als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En zij zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem. Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Na het amen van de verkondiging zingen we Psalm 22, vers 4 en 14, waarin vers 4 het lijden van de Heer Jezus ook mooi onder woorden wordt gebracht.
Al wie mij ziet, bespot mij. Nou, dat gebeurt. Maar we zingen ook wat dat voor ons mag betekenen. Dat we hem uiteindelijk aanbidding, eer en dankbare lofgezangen toe mogen brengen. Dat is vers 14. Psalm 22, het vierde en ook het veertiende vers na het amen van de verkondiging. Het gaat vanmiddag dus om de spot tegen de Heer Jezus. En daarom wil ik nog een paar versen lezen. Dan moet u daar maar extra op letten. Vers 35, 36 en 37. En ook vers 39. Vers 35. En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook hun leiders hem. Zij zeiden, anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. Vers 36. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En zij zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En de spot komt zelfs, vers 39, van het kruis. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. En het thema voor de preek is de spot tegen het licht. En het licht, dat is met een hoofdletter. Hier Jezus als het licht van de wereld. Vier punten als structuur voor de preek. We kijken allereerst naar het komt van vier kanten. Het gaat driemaal over de kern. Wordt tweemaal weersproken. En het gaat één iemand aan. Dat dus als thema en structuur voor de preek. Ja, gemeente van Christus, u die vanmiddag hier aanwezig bent en u die op afstand verbonden bent, ouderen en jongeren, is het nog niet genoeg? Moet dit echt zo? Kan dit nu niet stoppen? Ja, we staan weer bij Golgotha. En vanmorgen stonden we misschien nog een beetje op afstand, maar omdat het zo druk is, zijn we tussen de mensen doorgelopen, wat meer naar voren. Zodat je het goed kan zien, die drie gekruisigden. Om ons heen allemaal soorten mensen. En we kijken eens. Drie kruizen. Eigenlijk niet eens zo heel ver boven de grond hangen ze. Ze hangen er nu al heel eventjes. Naakt. En onze ogen vallen vooral op die middelste. Zie je hem hangen? Het is Jezus. En als je zo kijkt vanaf de grond en zie je die voeten. Die pin erheen. Bloed. Dan zou je eromheen lopen en even aan de achterkant kijken. Dan zie je hoe die kapotgeslagen rug, die doorploegde rug, dat die op dat hout rust, kruishout. Als je kijkt naar zijn handen, wat moet dat zijn, hè, eraan te hangen. Als je naar zijn gezicht kijkt, je ziet dat hij gezweten heeft in het opgedroogd bloed. Je ziet ook dat hij die doornen kroon op zijn hoofd gehad heeft, zie je het? Daar hangt hij, in zware pijn, in ellende. Wat is dat geweest daar op Goede Vrijdag? Naar het intense gebed in Gethsemane, dat die bloed zweette. Naar het verraad door een kus. Naar die mishandeling en marteling. Wat is dat geweest? En we kijken nog eens goed en we zien hem. En die woorden kwamen zo binnen. Hè? Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. En dan zie ik hem daar hangen. En dan denk ik, is het dan nu niet genoeg gewoon? Kan het niet gewoon stoppen? Ja, ik weet dat hij de verlosser is, maar is het niet gewoon genoeg? De mensen die om ons heen staan, die denken er toch wat anders over. Vlak naast ons staat iemand en die zegt, je hebt anderen verlost. Ja, in onze vertaling staat er u, maar de toon lijkt mij toch iets anders. Je hebt anderen verlost. Kun je dan het jezelf verlossen? Het gaat tot de merg en been. Roep je dit tegen iemand die zo lijdt? Heb je dat gebed niet gehoord? Iemand anders valt bij. Ja, laat eens zien dat je echt de verlosser bent. Red jezelf.
Het gaat toch door merg en been. Weer iemand die het bijvalt. Je bent toch de koning? Nou, laat eens zien dat je een koning bent of de Christus. Moet dit echt zo? Kan dit echt niet anders? Van vier kanten komt de spot op Jezus af. Het gewone volk, de leiders, de soldaten en zelfs een man aan het kruis die bijna gaat sterven, roept. En als ik dat op me heen laat werken, dan komen er allemaal vragen bij me boven. Beste mensen, beseffen jullie niet dat dit zijn laatste uren op aarde zijn? Hebben jullie je gram nog niet genoeg gehaald? Jullie hebben hem toch zo vlak daarvoor nog binnengehaald met vreugde. Hosanna, maar kijk wat je nu doet. Hij hangt al aan het kruis. Je hebt je zin. Moet je dan echt zo door blijven gaan? Zie je hem dan niet lijden? Heb je echt niet gehoord wat hij bad? Het is geen prent waar je naar kijkt, het is een mens. Vlees, bloed. Waar een mens gaat sterven, word je toch stil? Zien jullie zijn moeder niet staan dan? Wil je echt dat zij ook nog jullie spot hoort, terwijl ze haar zoon al zo ziet hangen? Moet dit echt zo? Toch verbijsterend. Kun je niet even je mond houden? Zie je zijn goede vriend Johannes niet staan dan? Wil je echt dat hij heel zijn leven blijft bedenken wat jullie hebben gedaan? Dat je niet eens je mond kon houden daar bij het kruis. Daar waar een mens gaat sterven, daar word je toch stil. Toch? Natuurlijk snappen we dat het leven ergens ook gewoon weer doorgaat. Maar even stil zijn. Even je mond houden. Even niet zoveel laten klinken. Maar de rust en de stilte die past bij wat Jezus ondergaat, is ver te zoeken. En ja, het is ook gewoon heel druk in Jeruzalem. Het Pascha wordt gevierd. Honderdduizenden mensen zijn op de been om het te vieren. En het is ook naast een kruispunt. Een kruispunt van wegen. Heel veel mensen komen er langs, dus ja, begrijp het ook wel. Afschrikwekkende werking moest het hebben. Kijk uit! Als je een keer in opstand komt, dan is dit. Het heeft een afschrikwekkende werking, maar toch ook wel een heftige bijwerking. Want als je daar hangt, kun je het mikpunt worden van spot en van hoon. Maar zeg nou zelf, heeft die Jezus van Nazareth, die zoveel goed gedaan heeft, die dat nog bad aan het kruis, heeft hij dit verdiend? Het gaat toch door merg en been. Misschien is er iemand die vanmiddag denkt, ja, maar dominee, het is toch een dienst van dankzegging en van nabetrachting. Moet het niet vooral gaan over het wonder van wat de Heer Jezus heeft gedaan? En ja, ja, zeker. En dan mogen we dus ontzettend dankbaar zijn voor het wonder dat hij niet alleen dat gebed bad, maar dat hij ondanks die spot die van vier kanten op hem afkomt, dat hij dan blijft hangen. Hij wil echt de verlosser zijn, ondanks wat wie of wat dan ook maar op hem afgooit. Laten we daar diep dankbaar voor zijn. Want hij is vastberaden om te verlossen. Maar tegelijkertijd ook wel dit. Als de Heer Jezus zo'n diep gebed bidt aan het kruis, en de eerste reactie is van vier kanten spot, wat denkt u dat u komende week kunt verwachten? Verwacht u dan dat het allemaal maar halleluja zal zijn? Of zou de boze het ook op u voorzien kunnen hebben? Kunt u ook de spot in de samenleving verwachten? Of ziet u nooit van die spotrente à la Charlie Hebdo? Van die Jezus-uitspraken of Jezus als krachtterm? Uitspraken over christenen, kom je ze niet tegen? Word je nooit vreemd aangekeken omdat je een overtuiging hebt om als christen een keus te maken? Als Stefanus, Handelingen 7, gelooft in hem en zijn geloof belijdt, ja, dan wordt het begroet met stenen. Dan gaat het de dood in. Ja, het is mooi om stil te staan bij dat grote wonder.
En laten we dat vooral ook vasthouden, maar ja, verbaas je niet als er van allerlei kanten een tegenovergesteld geluid op je afkomt. Die al die geestelijke zegen van vandaag zomaar weer wegtrekken. En dat kan dus van allerlei kanten komen. En mag ik gewoon eens even met u kijken naar die vier kanten. En dan lees je in vers 35a over het volk. Toeschouwers. En het volk stond toe te kijken. Het gewone volk, zoals jij en ik. Boeren, burgers, buitenlui. Nieuwsgierige mensen. Keurige burgers. Matthäus vertelt vooral van voorbijgangers. Mensen die vanwege Pascha toch langskomen en even kijken. Maar Lucas legt een ander accent. Mensen die echt even kijken. Die toeschouwen. En het zijn er niet een paar. Want kijk maar in vers 48. Daar gaat het over menigten. Niet de menigte, enkelvoud. Dat was al veel. Maar menigten, het zijn echt heel veel mensen, meervoud. Toeschouwers, die kijken toe. Die beschouwen het van een afstandje en ze hebben ook een mening. Ik heb soms het idee dat we in onze tijd steeds meer toeschouwers krijgen. Die het gewoon aardig vinden om er eens naar te kijken. Maar meer dan toeschouwer zijn, nee, dat dan weer niet. Want ja, je moet toch ook gewoon weer werken. Je moet toch je dingen doen in het gezin. En thuis moeten de dingen toch ook opgeruimd worden. Mensen die bij het kruis toeschouwer zijn. Het is wat. Nou, misschien voelt u of jij zich wel toeschouwer vanmiddag. Dat als het gaat over het avondmaal, dat je je vooral een beetje voelt kijken. Toeschouwen. Ja, je staat wel stil. Maar om nou te zeggen dat je de diepte ervan hebt gevat, ook niet. Of misschien heb je iemand in gedachten. Dat je zelf stil stond bij het kruis en je verwonderde je over dat diepe gebed van hem. Maar ja, die ene zoon van je. Die dochter. Of wat denken van die collega. Die blijft maar toeschouwer. En je zou toch willen dat je broer het wel gaat zien. Toch? Maar ja, dan heb je vandaag een gezegende avondmaal zondag. En dan kom je morgen weer in aanraking met zo'n toeschouwer. En dan denk je, waarom nou? Dan kun je zo die zegen kwijt zijn. Ja, het wordt nog erger als het leiders zijn, die tweede groep. Vers 35b. En met hen beschimpten ook hun leiders hem. Ja, tussen het gewone volk staan de leiders. Fariseeën, schriftgeleerden, de oudsten. Eensgezind in hun oordeel over Jezus. Ja, ze hadden overal discussies over. Overal, van heel veel dingen, verschilden ze van mening. Over de opstanding bijvoorbeeld. Maar als het gaat over de Heer Jezus, staan ze als één blok. Vaste mening. Net als bij Herodes en Pilatus. Verbroedering in hun oordeel over Jezus. En dan heb je het dus over mensen met theologische kennis, die Bijbelse verbanden weten te leggen, die psalmen kennen. Ja, je zult misschien ook maar zo iemand in je omgeving hebben. Misschien geldt het wel voor u, dat je zo'n collega hebt of zo'n broer, zo'n zus, die eigenlijk best wel heel erg thuis is theologisch, die Bijbelse verbanden weet. En die je zo kan vangen op je woorden. Ja, wie ben jij dan dat je gelooft? Ben je dan echt zo'n domme gelovige? Dat je een beetje mee laat slepen in de kerk? En weg je geloof, weg de zegen. Of misschien heb je wel iemand in je familie. Heb je avondmaal gevierd? Ja, maar dat gaat zomaar niet. Je moet toch eens dit kunnen vertellen en dat en hier staat dit en daar is dat en... En dan wil je eigenlijk delen met het wonder van Gods genade voor jou. En dat je zomaar iemand tegenkomt die ook zoveel Bijbelkennis heeft, maar ergens. Wegwonder. Of niet? Weet je wat je dan moet doen als je zulke mensen tegenkomt? Dan kan het helpen om eens op te letten hoe ze praten over de Heer. Want het komt van vier kanten, maar deze mensen... Die praten in de derde persoon over Jezus. Ze staan vlak voor hem. Die anderen die spreken rechtstreeks met u. Maar deze mensen hebben hij, derde persoon. Anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen
als Hij de Christus is, de uitverkorene van God. Het gaat over Hem, over Hij, over zich. Als je zo gaat praten, dan hou je hem dus op afstand. Het is mooi als iemand theologische kennis heeft, dingen weet. Maar als die dan iemand is die, als het gaat over het avondmaal, als het gaat over de Heer Jezus kennen, barrières opwerpt, dan moet je eens goed opletten. Praat hij misschien ook zo over de Heer? Vooral over Hij en Hem, heel afstandelijk. Daar waar de geest werkt, dan ga je u zeggen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dan wordt het u, dan besef je, ik sta voor hem en hij is een werkelijkheid in mijn leven. Het is niet zomaar hij, maar het is u. Wordt het persoonlijk. Moet eens opletten. Genoeg reden om te bidden voor die personen. Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Ja, die derde groep, dat is een groep, dat zijn de harde jongens, soldaten. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. Harde kerels. Beetje bloed? Ach ja. Gescheld, getier, gehuil, gesmeek om genade. Doet ze niet zoveel. Die mannen daar bij het kruis hebben misschien wel ook meegedaan. Voor Jezus gebogen, hem gezien in het purperen mantel. Misschien wel met die rietstaf op zijn hoofd geslagen, de doornenkroon op zijn hoofd gedrukt en nu de rest bij het kruis ook gedaan. Bordje hebben ze zelf bevestigd. De koning van de Joden. Ja, die Joden vonden dat niet leuk. Maar dan vonden die soldaten natuurlijk geweldig. De koning van de Joden. Nou, kijk nou zelf. Ze bespotten hem. Hij zou regeren van zee tot zee, van rivier tot rivier. Dit is de koning. En ze lachen een beetje en ze honen hem. Ja, zij hebben behoefte aan een stoere koning. Een sterke leider. Maar een koning aan het kruis? Nee. Een koning aan het kruis, die hoeven ze niet. Die kun je bespotten, die kun je wegduwen. Ja, je zult maar zo hard zijn. Misschien heb jij wel zo'n vriend of zo'n collega of zo'n studiegenoot. Hard. Duwt de boel weg. Drukt de boel aan de kant. En hoe bereik je nou zo iemand? Iemand die soms spijkerhard geworden is door het leven. Misschien wel zoveel dingen meegemaakt. Gemis, verlies, sterven, ongeluk, kind moeten missen. Je wordt hard. Tja, kom jij aan. Het was zo'n wonder dat ik aan de tafel van de Heer mocht proeven wie hij was. Loop je zo tegen zo'n muur aan. De zegen kan zo weggenomen worden. Ja, en dan die vierde groep nog, misdadigers. Vers 39. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem. Als je Matthäus kijkt, doen ze het allebei. Lasterden ze allebei de Heer Jezus. Lucas legt de nadruk op die ene. Maar die misdadiger, die hangt daar om te gaan sterven. Ik had een gezante van de bovenbouw, die herinnerde misschien wel die klok die ik meegenomen had pas geleden. Die stond op 11:55, weet je nog? Zo van, oké, wanneer komt het einde? Is het niet heel dichtbij om met elkaar er eens over na te denken? Maar het leven van deze man, ja, dat staat op 11:55. Misschien wel een half minuut voor 12 of 10 seconden voor 12 in verhouding. Het is bijna afgelopen. En dan nog, terwijl die daar hangt als een vervloekte. Tussen hemel en aarde, hij weet het einde komt straks. Als het te lang duurt, dan breken ze hem straks mijn benen, zodat ik zal sterven. En toch nog spotten met Jezus. Het kan mij best wel eens aangrijpen. Ik soms merk dat mensen in de avond van het leven, door ziekte, door ouderdom, dat terwijl het 11:55 is en de laatste seconde wegtikken, dat er niks van genade gezocht wordt. Kan mij raken. En denk, als God nou echt werkelijk kracht heeft, dan kan hij toch veranderen. Ja, het kan me raken als iemand wel ellendekennis heeft. Nou, dat heeft die man hoor. Die hangt daar niet vanwege zweetvoeten. Ellendekennis heeft hij, het is een zondaar. Hij kan woorden van Jezus gehoord hebben, hoorde zijn gebed. Maar geen berouw, geen vraag om hulp, spot. Dan denk je toch waarom? Kent u zulke mensen ook?
Of is er iemand die zegt, ik herken er wel wat van? Mij tikt de tijd ook door. 11:45, 11:50, 11:55. Nog even dan, menselijkerwijs gesproken. Maar geen overgave. Het is toch wat? En dan hoop ik dat u vandaag zo geraakt bent door het offer van Christus. Dat u zegt, wat voor spot ik ook tegenkom in mijn leven. Ik laat me er niet door weerhouden. Die zegen die de Heere vandaag aan mij geeft, die wil ik vasthouden. Ik wil het zaad van het evangelie niet laten wegpikken door wat er ook maar op mij afkomt. Gemeente, als wij in een wereld stappen, dan stappen wij dus in een wereld vol spot, vol hoon tegen Jezus. Wees voorbereid om het vast te houden. En besef ook, het gaat 3 maal over de kern. Het zijn 4 groepen, maar er staat 3 keer wat ze zeggen. En wat is dat voor Jezus geweest, hè? Dat bespotten. Als je goed kijkt, dan zie je dat Lucas dat als het ware opstapelt. Naar 3 verschillende woorden. Het gaat in vers 35 over beschimpen. In vers 36 over bespotten. En in vers 39 over lasteren. Andere woorden dus. Op allerlei verschillende manieren, van allerlei kanten, op allerlei verschillende manieren, door allerlei verschillende personen. Komt de spot op Jezus af. Ongekend. Soms heb je goed bedoelde spot. Iets met een knipoog. Ik ben goed bedoeld. Maar dit is sarcastische spot. Spot om Jezus te kleineren. Te miskennen wie hij is. Gebeurde eigenlijk heel zijn leven al. In de familie, dorpsgenoten, leiders. In die laatste uren balt het als het ware samen. Pilatus, Herodes, soldaten. Het volk, mantel om, roepen. En het kruis, als de lichamelijke pijn al tot een maximale komt, gaat de spot ook tot een climax. Alsof alle demonische machten erin verenigd zijn, om Jezus daarin te grijpen. Vroeger zeiden ze, schelden doet geen pijn. Maar vraag maar eens aan een kind dat op school gepest wordt of schelden geen pijn doet. Reken maar dat het Jezus pijn gedaan heeft. En als hij ons lief is, dan zal het ons ook pijn doen. Ik denk soms wel eens dat wij van het kruis een soort zo'n heel vredig, stil leven hebben gemaakt. Zonder diepgang. Maar als hij nou eens echt bij was geweest. Kijk, soldaten die een kameraad zien doodbloeden op het slagveld, lopen een grote kans op een posttraumatische stressstoornis. Die krijgen psychologische hulp. Zoveel impact heeft dat. Hoeveel impact heeft dit dan? Het komt van 4 kanten. Het gaat 3 maal over de kern. Ja, je kunt de verschillen zien. Verschillende mensen, verschillende woorden. Verschillende aanspraak. Hij en anderen weer u. Het stapelt zich daarin op, maar het gaat wel 3 keer om de kern. Zie je dat? Om het verlossingswerk. In vers 35 zeggen ze, anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen. Vers 37, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. Vers 39, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Het gaat om het verlossingswerk. Jezus, bewijs maar eens dat u de verlosser bent. Laat maar eens even zien. Overtuig ons maar. Hoe vaak kom je die houding niet tegen? Dat mensen zeggen, als God nou bestaat, als Jezus er werkelijk is, als hij nou echt de verlosser is, dan zou hij toch... Het komt van alle kanten en het gaat over de kern. Maar het is wel zo dat God het op zijn manier wil doen. En de vraag is, omarmen we dat of wijzen we dat af? Mag God het op zijn manier doen? Want als het maar gaat op de manier van de mensen, verlos uzelf, dan komt hij van het kruis af. En dan betekent dat dat je van het grote verlossingswerk, wat God in petto heeft, dat je daar niks van gaat zien. God doet het vaak anders om iets groters te bewerken. De spot komt van... Gaat 3 keer over de kern. Ze
Ze spotten ook eigenlijk met zijn naam, hè? Jezus betekent toch redder, verlosser. Anderen kan die wel verlossen, maar nu zichzelf. Het zijn mensen die als het ware een detail van Jezus pakken en dat uitvergroten en zeggen, zo moet je het zien. Maar daarmee de plank misslaan. Zullen wij er ook voor uitkijken? Dat je details eruit ligt en die te groot maakt. Jezus, hij blijft hangen. Te midden van al die spot. De kern die hem raakt. Waar hij wil juist blijven hangen om verlosser te zijn, maar ze zien het niet. En de mensen denken dat is onmacht. Hij kan het niet. Maar broeders en zusters, wij hebben geproefd en wij hebben gehoord. Het is niet zijn onmacht, maar het is de overmacht. De overmacht van zijn liefde. Dat hij terwijl dat op hem afkomt, dat hij blijft hangen. Zo graag wil hij dat verlossingswerk zoveel groter maken dan de mensen denken. Zodat ook wij erbij kunnen horen. Het kan je raken als mensen zo met de Heer omgaan. Maar gelukkig wordt het ook weersproken. Twee keer weersproken. Ja, daar staan we bij Golgotha. Wat leidt hij een pijn? Lichamelijk. En wat schieten die woorden in zijn hart? Hij werd veracht. En wij hebben hem niet geacht, zegt Jesaja. En hij hangt daar maar. In de overmacht van zijn liefde. Van harte. Maar gelukkig, daar waar de spot de boventoon voert, heeft de spot niet het laatste woord, want God doet een wonder. Hoor je dat? Die medegekruisigde. Heren, denk aan mij. Waar haalt hij dat vandaan? Blijkbaar kan dat zo. Te midden van een wereld vol spot en hoon en van ongeloof en van niemand die voor Jezus opkomt, kan ergens het kwartje vallen. Kan iemand in één keer beseffen, maar wacht. Heren, denk aan mij. En als de Heer Jezus dan gestorven is, dan staat er toen die hoofdman over 100 zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei, werkelijk, deze mens was rechtvaardig, het kan dus anders. Twee mensen daar op Golgotha, ze weerspreken wat die anderen zeggen. En dat biedt toch perspectief. Als je een zoon hebt die in een vriendengroep zit bij God vandaan, die niks met hem willen hebben. God kan wonderen doen te midden van spot en hoon, van mensen die hem de rug toekeren. Dat biedt perspectief en hoop. Broeders en zusters, God geeft ons vandaag deze zondag en bevestigt ook daarin dat hij echt wil verlossen. Misschien gaat het nog over één iemand hier. Die het er nog niet aan wil. Die misschien wel in een vriendengroep zit die jou bij God vandaan houdt. Dan hoop ik dat de liefde van Christus jou vanmiddag dringt. Dat hoop ik van harte. En weet je wat je dan vooral moet doen? Nou, wat ik denk dat die Romein, wat die hoofdman gedaan heeft en wat die gekruisigde gedaan heeft. Wat dan? Nou, ze hebben goed geluisterd en goed gekeken. Nee, misschien niet goed gekeken naar de mensen en goed geluisterd naar wat de mensen zeggen. Maar ze hebben vooral zich gefocust op wat de Heer Jezus heeft gezegd. En wat de Heer Jezus laat zien in zijn genade. Wil je houvast hebben? Wil je volhouden? Zie op de Heer Jezus. In wat Hij gedaan heeft. En als u dan vandaag dat wonder van Christus offer omarmt, dan hoop ik ook dat te midden van een wereld vol hoon en spot, misschien is dat te kort op de bocht hoor, want uw collega's en vrienden zijn misschien heel erg aardig, maar toch, dan hoop ik dat je te midden van een wereld waarin wel veel hoon en spot klinkt, dat je vastberaden bent om een tegengeluid te laten horen. Dat je zegt, Heere, denk aan mij. Dat je zegt, Heere, ik verklaar u rechtvaardig, omdat u mij rechtvaardig verklaart. En dat je doet wat 1 Petrus 3 vers 15 zegt. Dat je altijd bereid bent om verantwoording af te leggen van de hoop die in u is. Om te getuigen. Om uit te leggen. Om te argumenteren. Waarom je het nou wel gelooft dat hij de verlosser is. Waarom je niet meegaat met iets. En wie weet. Wie weet heeft het uitwerking.
Kijk, ik vind het ergens bemoedigend als ik vers 48 lees, wat die menigte doet. Die menigte spot toch, maar als ze dan in vers 48 weggaan, weet je wat ze dan doen? Dan slaan ze zich op de borst. Een teken van berouw. Van spot, van hoon, van beschimpen naar berouw. Ja, hoe diep het gegaan is, weten we niet. Maar als hij nou helemaal niks gedaan had, zouden ze dan berouw hebben? Misschien is het alleen uiterlijke vorm, maar toch. Ik denk dat het een voedingsbodem is voor wat God straks met de Pinksterdag gaat doen. Dat het dan ineens op zijn plek valt. En dat God wonderen doet. Dat hij het gebruikt. God doet wonderen. Ja, ik zei, het wordt weersproken door twee. Inderdaad, twee op Golgotha. Maar later nog door veel meer, want bij het graf. Kijk eens, daar komt Jozef van Arimathea. En zie je Nicodemus? Discipelen in het geheim. Ze komen. De vrouwen. Ergens vind ik het ook wel wonderlijk. Waarom doet God dat zo? Waarom heeft de Heer Jezus zijn discipelen niet wat beter toegerust, zodat er op Golgotha, op de Mans Suprême, dat daar wat meer woorden tegenover zullen zijn? Dat daar meer klinkt vanaf de andere kant, die de Heer Jezus bevestigt. Blijkbaar wil de Heer dat. Maar werkt de Heer ook daar, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Het zijn niet de mensen met de grootste woorden. Het zijn niet de mensen die alles begrijpen. Het zijn mensen die misschien ergens wel te laat komen. Zo werkte het toen en daar. Misschien werkt het bij ons ook wel zo. Dat je soms overspoeld wordt door meningen en gedachten van anderen. En dat je soms voor je gevoel te laat bent. Een ritje in de auto. Ah, ik had dit moeten zeggen. Ik had dat moeten denken. Maar dat je dan toch, omdat je vandaag weer gezien hebt wie Jezus is, hem niet loslaat. En dat de Heer in de stilte, zelf al, te midden van de spot en het werk is in het hart van een misdadiger en een hoofdman. Wonderlijk, hè, hoe God het doet. Ja, die spot tegen het licht komt van vier kanten. Gaat driemaal over de kern, over het verlossingswerk. Wordt twee keer weersproken. Er gaat één iemand aan. We gaan het laatste punt van de preek. Het is toch wat voor de Heer Jezus? Om het allemaal op hem af te horen komen. Ene professor Smalhout heeft eens vanuit medisch oogpunt beschreven hoe zwaar het was. En dan beseffen wij vanmiddag weer iets van het lichamelijke lijden. Wat die woorden doen, het psychische lijden. Maar het donkerste, het verlaten worden door zijn vader, beseffen we nog niet eens. Het is toch wat dat hij aan zijn vader wordt voorgehouden. Vloek houdt. Wij kunnen hem niet straffen, God doet u het maar. En God doet het. En ondertussen die messteken van de spot, de pijlen van de hoon, de vernederende woorden schieten op hem af. Terwijl hij zo genadig is. Dan zien we daar Jezus hangen. En hij blijft hangen. Hij gaat niet tekeer. Hij wordt niet boos. Hij legt het niet nog een keer uit. Maar dit vind ik zo mooi. Als er één iemand is die zegt, Heer, denk aan mij, dan reageert de Heer Jezus gelijk. Aan je denken, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Kijk, zo'n verlosser wil de Heer Jezus zijn. Te midden van alle hoon en spot denk je, Heer, wat bent u nou? Laat u dit zomaar over uw kant gaan. Jezus zwijgt. Maar als je tot deze Jezus roept en zegt, Heer, denk aan mij. Heer, ontferm u over mij, want ik ben een zondaar, ik ben een zwak mens. Dan reageert hij zo graag. Van harte. Vorige week ging het over dat je houding maakt uit. Wie tot deze Jezus komt. Hij wil niets liever dan je in genade aannemen. Hij wil onze kruiskoning zijn. Ons redden. Een herderkoning als geen ander die zijn leven geeft. En als u vandaag avondmaal vieren, zegt u eigenlijk, zo'n koning wil ik. Vandaag, maar ook morgen. En de komende week. Ja, heel mijn leven tot in eeuwigheid. Als ik dan zo Jezus zie, nee, dan word ik niet overmand door medeleven en door medelijden.
Maar dan verwonder ik me. Hij wilde zo diep gaan voor mij. En iets daarvan proef je. En er zullen best wat gezinnen zijn in de gemeente die dat lied kennen. Eens was ik een vreemdeling. Voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik voelde geen smart. Ik vroeg niet mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult u rechtvaardig verschijnen voor God? Al sprak daar een stem uit de heilige blaan. Van het lam met de zonde der wereld belaan. Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk. Ik stond blind en van verre, in mezelf zo rijk. Ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer. En ik dacht niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlocht en zijn beker gevuld. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. En er werd al mijn deugd, alles wat ik goed dacht te doen, een wegwerpelijk kleed. En toen vluchtte ik tot Jezus, tot deze Jezus. En hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis van de wet. Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd hij. Ik boog mijn hoofd en geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood en verwin ik het graf. Nu neemt mij geen Satan de zegenkroon af. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Ik kan weer verder naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Wat een wonder, als je zo te midden van de spot deze Jezus mag leren kennen. En als u last hebt van spot, houd de spot dan maar tegen het licht. Tegen het licht der wereld. Wij bespotten hem niet. Wij beklagen hem niet. Maar vanmiddag belijden wij hem. En aanbidden wij hem. Amen.
Zullen we samen danken en bidden. Heren, de wereld om ons heen, er gebeurt van alles. En er wordt op allerlei verschillende manieren over u gesproken en geroepen en gedacht. En te midden van die wereld hebben wij de diensten van vandaag mogen ontvangen. En dan weet u wat dat gedaan heeft in ons hart. Heren, geef dat uw geest met ons meegaat en ons bemoedigt en kracht geeft als wij misschien leven en werken in een omgeving ver bij u vandaan. Heren, dan kan het ons zomaar overspoelen en dan is de zegen zomaar weer weg voor ons gevoel. Heer onze God, bemoedigt u ons. Gebruikt u ons ook. Help ons om te getuigen van de hoop die in ons is. Om te midden van de spot onze stem op te heffen tot u. Heer, geef ons wijsheid in de woorden die we kiezen. In de argumenten die we geven. En wees u dan ook maar de naprediker. Van deze dag, maar ook van onze woorden die we zullen spreken. Heer, zegen ons, kneed en vorm ons. Geef dat degenen die nog geen avondmaal vieren, dat zij het ook willen gaan vieren. En ook uw naam belijden. Heren, bewaar onze jongeren en ook ouderen ervoor dat ze opgeslokt worden door wat er klinkt in deze wereld. En u uit het oog verliezen. Heren, werkt u in hun hart. Niet door kracht, niet door geweld, maar door uw geest. En geef zo dat uw naam verheerlijkt wordt in onze levens. En dat het aanstekelijk mag zijn voor de mensen om ons heen. Ja, wij bidden u, Heren, vergeef het hun allen, want ze weten niet wat ze doen. Geef ook dat zij de verlosser krijgen zoals u dat voor hen wil zijn. Heer onze God, geef zo dat we in onze woorden en daden zout en licht zullen zijn, stad op een berg. En dat mensen om ons heen onze goede werken zullen zien en u daarom zullen verheerlijken. Heren, wij slaan onze ogen op tot u. Wees ook bij ons als het misschien een moeilijke week is die voor ons ligt. Wees bij ons als we ons zorgen maken. Maar geef dat we zo in deze tijd op weg naar Goede Vrijdag. Maar ook Pasen. Dat ons vast mogen klampen aan u. En dat ons houvast is. Voor nu tot in eeuwigheid. En we loven en prijzen u, Heren, dat u uw Zoon gaf. Dat u, Heer Jezus, bleef hangen, ondanks wat er gebeurde. En dat u, Heilige Geest, dat werk wil toepassen in de harten van mensen tot op de dag van vandaag. Hoe heerlijk is dat. Heren, verbreid zo uw naam, uw recht en geef barmhartigheid daar waar het zo nodig is. We slaan zo onze ogen op tot u. En wij prijzen u, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, van nu tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Ook vanmiddag mogen we onze dienst besluiten met de lof op de Heere. Van waar de zon in het oosten straalt, daar komt hij op, tot waar hij in het westen nederdaalt, zij zere namen lof gegeven. Psalm 113, het tweede vers.
ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.